Hallo allemaal, mijn naam is Rick Vechel en welkom terug bij DN Dutch. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe werkt Mounted Combat nou eigenlijk? Oftewel, ga je voor een prins met witte paard? Of een witte magier die strijdvol opkomt? Misschien de Drake Warden uit Fizban's Treasury of Dragons? Kan allemaal en deze video gaat je helpen hoe dat dan werkt. Doei! Zo, tijd om eventjes lekker aan de slag te gaan met hoe Mounted Combat werkt in Dungeons & Dragons, met dank aan de mensen die me steunen op Patreon. Goed, in de basis. Een mount, een rijdier voor jouw prins met witte paard of jouw Mother of Dragons, die moet minimaal 1 maat groter zijn dan jouw karakter. Heb je een medium-sized karakter, zoals bijvoorbeeld dwarfs, orcs, humans, elves enzovoorts, dan moet je dus een large of grotere mount hebben. Daarnaast moet het een passende anatomie hebben. Dat wil dus zeggen dat sommige dieren niet te bereiden zijn. Denk aan bijvoorbeeld oezes of in veel gevallen ook een slang. Je hebt geen passende anatomie en het is heel lastig om die dan ook effectief te kunnen bereiden. Zeker als je geen zadel hebt, maar daar kom ik later in deze video nog op terug. Komt goed, I got you. Goed, we gaan even bij de basis beginnen. Je gaat met jouw warrior. Ren je richting een paard? Nou, je kunt natuurlijk alleen opstijgen als je binnen 5 feet van je mount staat. Dus je moet ernaast kunnen staan en de ware in principe op een grid maakt niet zoveel uit. Dus ga je daarvoor staan en springen met zo'n coole flip-flop erop? Sure, als het binnen 5 feet is, nobody cares. Ziet er niet cool uit, dus doen. Maar het opstijgen en ook het afstijgen van je paard, dat kost altijd de helft van je movement. Dat wil dus zeggen, heeft je warrior 20 feet gerend om bij zijn paard te komen, heeft totaal 30 feet aan movement, dan kun je niet meer op je paard stijgen. Het kost niet de helft van je movement als je er bent, nee, het kost altijd de helft van je movement totaal. Dus je hebt altijd 15 feet movement nodig om je paard op of af te stijgen. Nu is natuurlijk dat laatste helemaal niet zo belangrijk, want als je erop zit heb je geen movement gebruikt, kun je gewoon zelf afstappen. Dus, even kijken, het andere deel, eraf vallen. Nooit prettig. Stel je voor, je bent in gevecht en een ogre denkt, ik gooi het paard gewoon om. Of een magier met het spel Thunderwave zegt, na, tot ziens. En boef, jullie gaan achter toe. Nou, los van de 70 of van de spreuken, om op je paard te blijven zitten, of op elk ander rijdier, moet je een Dexterity Saving Throw, een behendigheid reddingsrol gooien. En de drempelwaarde, de difficulty class, de DC daarvan is 10. Geen hele hoge waarde, maar als je te laag gooit, land je prone naast het paard. En als het paard omgegooid wordt, in principe ook het paard zelf ook prone. Dus plat op de grond. Het kan trouwens ook zijn dat die ogre denkt, ik duw alleen de rijder van dat paard af. En dan val alleen jij prone als je de semitroon niet haalt. Of er ook falling damage bij zit, ligt aan jouw mount. Normale paarden, niet snel. Zit je daarentegen op een huge elephant, dan kan het zomaar zijn dat je dungeon master zegt, hey, die falling damage, hè? Tjaka! Dus, kan zomaar gebeuren. Maar goed, hoe werkt het bestuur dan eigenlijk? Nou, er zijn eigenlijk 2 opties van mounts in Dungeons & Dragons als het gaat om bijvoorbeeld combatachtige situaties of bijvoorbeeld situaties waarin je een rijdier bestuurt. De eerste is eigenlijk simpelweg, er is een rijdier, die is gemaakt om bereden te worden, dus jij bestuurt hem al haar of het. Of je laat het beest zijn gang gaan. Sterker nog, er zijn ook bepaalde wezens, intelligente wezens, die wat niet te controleren zijn. Die wat niet te kunt besturen. Die gaan altijd onder hun eigen gang. En ook om te weten, als die hier hun eigen gang gaan, ongeacht intelligent of nee, de Dungeon Master beslist wat jouw beest gaat doen. Dus dat kan zomaar iets zijn wat je echt niet gerekend had, wat je niet had gewild. Still can happen. Dus pijnlijk. De vraag trouwens wel, die we meteen om terug kon kijken, is, wat maakt dan een intelligent mount? Want bijvoorbeeld de feat, de spreuk Phantom Steed spreekt over een intelligent mount. Je kunt best begrijpen als je bijvoorbeeld een
op een Green Dragon wil gaan rijden, ook Intelligent Creature. Maar wat maakt bijvoorbeeld tot hè, de Mastiff voor sommige small characters, ofwel de Warhorse, daar niet onder valt? Nou, het is een beetje, er is geen vaste regel voor, er staat gewoon, is non-intelligent, maar ook er zit geen score of zo bij. Maar over het algemeen lijkt de tendens te zijn dat als het talen begrijpt en kan spreken, heeft ook een spreken, maar in ieder geval understands languages, en niet alleen het commando zit of galop, dan valt het onder intelligence. Dus als je een statblok hebt van een wezen, als er bij languages een taal staat, valt die onder intelligent. Easy enough. Bij sommigen staat bijvoorbeeld ook understands languages, x en x, dan is het ook helemaal prima. Dus dan werkt het altijd om gebruikt te worden als mount. Betekent dus ook niet dat je elk dier zomaar kunt bereiden. Zie je een wild zwijn en denk je, dat wordt een feest. Hè? Of de edelherten bij Zelda Breath of the Wild. Nee. Bijna elk wezen moet getraind zijn om als rijder te functioneren. Dus daar moet een training vooraf zijn gaan. Er moet een stukje downtime in gespendeerd zijn of wat dan ook. Als rijder daarentegen, iedereen in Dungeons & Dragons, elke avonturier kan paardrijden. Dus dat is best makkelijk. Hoe je er als beter in wordt, kom ook daar nog op terug. Kijk. Goed. Maar goed, laat even gaan richting combat. Of in ieder geval een situatie waar initiative gebruikt wordt. Waar je in ieder geval echt in beurt aan de slag moet. Simpel gezegd, als jij je dier bestijgt, vanaf dat moment valt het dier als jij het bestuurt onder jouw initiative. Dus het kan best dat je Warhorse 15 gegooid hebt en jij 10. Maar tot jij op de Warhorse gaat zitten, zijn die beide op nummertje 10 te vinden. En ga ik meteen in die beurt zal acteren. Nou, daarmee kun je in principe 3 opties geven. Als je het dier bestuurt, zijn er 3 opties wat het paard kan gebruiken. Dat is dash, disengage en dodge. Dash, oftewel, je gaat een vogel op, je zet een sprintje in. Disengage, je gaat juist heel ontwijkend rondrennen om niet geraakt te worden terwijl ijs naartoe gaat. Hè? De prinses redden ofzo. En je hebt dodge, waarmee je vooral aan de slag gaat om tot het paard niet geraakt te worden, tot heel een beetje gaat tippen, tappelen en zo, een beetje moeilijker geraakt te worden. Dat zijn 3 opties wat je hebt. Betekent dus ook dat als je op een Warhorse zit, ook al zou hij zijn hoofs normaal kunnen gebruiken, dat doet hij dus niet als hij bestuurd wordt. Als hij daarentegen alleen staat en dus onder de Dungeon Master credit valt, kan best niet tot zichzelf gewoon gaat verweren door met zijn hoef op en neer te gaan als die goblin in de buurt komt. Maar goed, een intelligent creature, ongeacht of het zit die afdeling, die houdt zijn eigen plek in de initiative order. Dus die blijft gewoon zijn eigen volgorde staan in het gevecht. Want het kan dus ook gewoon aanvallen en ook gewoon dingen doen wat hij gewoon zou willen doen met of zonder rijder. Dat je paarden kunt roepen van, nee alsjeblieft niet dat dorp toe. Heel erg leuk, maar het intelligente beest beslist in principe zelf, dus via Dungeon Master. Dus kan ook zijn tot het beest vlug van een gevecht. De draak heeft er niks te halen en denkt dikke doei. Of de Pegasus denkt na die tweede pijl, dikke doei, ik ben weg. Kan ook bijvoorbeeld zijn dat als je bijvoorbeeld op een bepaalde draak rijdt, dat je denkt, hey, ik heb honger. En gewoon een van je kameraden proberen op te eten. Dat kan. Of misschien wel een of ander wild beest zit dat ook vlees heeft voor een wolf. Die wat denkt, wacht eens even, ik heb hem doodgemaakt. Ik kan nu eerst eten, ik heb honger. Dat kan zomaar gebeuren. Dus eigenlijk alles wat je niet wilt dat kan gebeuren, kan een talent zomaar bepalen. Nee, ik ben niet gemaakt om te rijden. Dikke doei, ik ben wild. Dikke doei, tot ziens. En ik ga gewoon zijn eigen ding doen. En kun je erop zitten, maar meestal ben je dan gewoon degene die wat gewoon op zit. En er gewoon mee moet. Goed, dus zo werkt in principe Mounted Combat. Oftewel, het gaat met je mee en je kunt vervolgens het movement gebruiken en hem 3 soorten actie laten doen. Dash, disengage en dodge. Of het is een intelligent wezen en het doet gewoon zijn ding en jij bent gewoon een passagier. Maar, dan kun je ook jezelf verbeteren als ridder. Want elke held kan wel eens wat paard rijden, maar niet iedereen is even goed in. Daarvoor bijvoorbeeld de feat, de speciale vaardigheid, genaamd Mounted Combatant. En in principe, zolang je op je dier zit en alert en bij bewustzijn bent, krijg je een 3-tal voordelen. A is je krijgt advantage op elke melee attack roll. Dus als je met een lans in de buurt zit en je begint te prikken, of met je zwaard, dan langs sabelt. Advantage op je attack rolls, supermooi. Ander ding is, als ze bijvoorbeeld je paard willen aanvallen, zoals die ogre die denkt, als ik dat paard onderuit map, valt die ridder op de grond, is niet zo snel. Ideaal. Als je deze feat hebt, mag je in principe zeggen, nee,
Ik pakte damage, mijn paard bleef ongedeerd. Ideaal, vooral omdat namelijk adventurers, zeker op hogere levels, je avonturier veel meer levenspunten dan tot je paard dat heeft. En de laatste is, stel je voor, je komt in een situatie waar je een fireball tegemoet rent. Kan gebeuren, heel pijnlijk. En normaal gesproken heb je bijvoorbeeld, als je de saving throw haalt, krijg je halve damage. Haal je hem niet, krijg je volle damage. Bij deze feat krijg je in principe tot je mount. Goed zeggen nou? Ja, je mount krijgt halve damage als hij het niet haalt, maar geen damage als hij de saving throw wel haalt. Dus ideaal, je paard kan ongeschonden door een fireball rennen. Veel komt misschien met rook af, maar je paard kan ongeschonden doorrennen als de saving throw haalt. Ideaal. Zeker omdat ze vaak wat lagere saving throws hebben, is dit een ideaal reddingsmiddel voor je paard. Of andere rijdier trouwens. Nou, eens even kijken voor de rest. We hebben een paar leuke dingetjes. Bijvoorbeeld de lans. Hè? Die kun je met één hand gebruiken op een paard. Dus je kunt gaan voor een 1d12 wapen. In één hand met een schild erbij en nog steeds gewoon je paard kunnen besturen. Super cool. En eens even kijken. Oh ja. Je kunt ook uitrusting voor je paard kopen. Ideaal. Je hebt namelijk barding en saddles. Barding is eigenlijk harnas voor je paard. Welkom te weten, het kost 4 keer zoveel. 4 keer zoveel. En het is 2 keer zo zwaar. Dus als je voor een full plate armor wilt gaan voor je paard, trek de beurs maar. Heftig. Dat is echt heftig. Het scheelt wel, deze prijs is in principe ook als je een draak een full plate wil geven. En dat klinkt al eng. En ik heb er nooit meegemaakt, dus ik heb nu plots een idee van de volgende vijand. En goed, eens even kijken, namelijk de saddles. En in principe, je hebt gewoon de riding saddle, wat gewoon handig is als je erop wil zitten. Wat daarmee gebeurt, is aan de DM om daar iets mee te beslissen. Maar de military saddle geeft altijd een advantage om te blijven zitten op je mount. Dus die saving throw met difficulty class 10, wat we ook eerder over gehad hebben in deze video. Nou, die krijg je in principe gewoon met meer gemak. Advantage op je rol is fantastisch. Maar je hebt ook nog een exotic saddle. Als jij een beest wil bereiden dat bijvoorbeeld onder water of op water ofwel in de lucht gaat. Hè, bijvoorbeeld draken, dragon turtles, walvissen, pegasus, periton, wat dan ook. Dan moet jij een exotic saddle hebben. Anders is het eigenlijk continu hang on for dear life met grapplejacks. Dus exotic saddles heel belangrijk. Military saddles heel fijn als je na het in een gevecht gaat zitten. Welkom te weten, er zijn geen military exotic saddles op dit moment. Dus, pick one. En in de military gaat het in principe niet anders. Dus, hè. Je moet maar doen. Nou, nu wil ik ook even deze video gebruiken om één klein misverstand uit de lucht te halen. Handle animal en vehicle land of water proficiency. Wat doet dat? Wat zijn de verschillen? Nou, in principe, animal handling kun je ook gebruiken als je gewoon op een paard zit en je wilt een moeilijke manoeuvres laten uitvoeren. Ja, je moet hem even aanmoedigen. Dat kan ook met handle animal. Maar elke andere check waarmee jij rare dingen wordt uitgedaan met dieren, kan bijvoorbeeld zijn schep bochten maken als je een kar achter het paard hebt hangen. Of misschien wel, als je nou op een draak zit, die wat om een of andere reden je toch gehoorzaamt, of waar je aan vast wil houden, of wat dan ook, omdat die het gevecht inrent. De vehicle's land proficiency geeft in principe je proficiency bonus, je specialiteitsbonus, op elke rol die daarmee te maken heeft. Dus het is zeker weten een heel handig iets als je namelijk vaker met bijvoorbeeld ook kar aan de gang gaat, of juist met iets meer dan een normaal paard op een mount. Geldt ook voor vehicles water, want vehicles gaat in principe ook voor mounts. Dus bij vehicles water gaat het ook zowel om de walvis als mede om een roeiboot. Ja, ook een beetje raar, maar je moet wat. Dus, eens even kijken. Dat is eigenlijk alles over Mount Combat in de 5th edition. Even om samen te vatten. Op- en afstappen kost een half van je movement. Je moet ernaast staan om erop af te gaan. Als je er afgeduwd wordt, of als jullie samen omgeduwd worden, is er een difficulty class 10, dexterity saving throw, om niet prone op de grond te belanden. Dus om gewoon vast te blijven houden. Als je gaat hem besturen, of je überhaupt het beest besturen, simpelweg, ofwel, het beest gaat zo eigen gang. En je kunt roepen wat je wilt. Kan naar je luisteren, maar meestal niet. Of je hebt 3 opties om het paard of welk ander rijdier ook te besturen in gevechten. Als je een dier wilt bereiden, moet het getraind zijn om bereden te worden. Dus niet elk wild zwijn is helaas te bereiden. En als je gaat een initiative,
Heb je een beest dat naar je luistert, zit hij in jouw nuststuf, is een zelfstandig beest, heeft zijn eigen nuststuf en doet gewoon zijn eigen ding. De Feet Mounted Combatant is heel erg handig om het paard te sparen en jezelf advantage geeft elke melee attack roll. En de lans is een one-handed weapon. Daarnaast heb je nog barding, harness voor je rijdier. En saddles om minder snel eraf te vallen. En soms ook om überhaupt op een beest te mogen rijden. En last but not least, animal handling helpt met gewoon een gevaarlijke manoeuvre en simpele dingen met je paard. Maar als je meer wilt uithalen of met een kar gekke dingen wilt doen, dan zul je ook de vehicles land proficiency moeten hebben als je daar een bonus bij op wilt tellen. Dat was deze D&D Dutch. Ik hoop dat jullie het tof vonden. En bovenal wens ik je heel veel speelplezier. En ik hoop dat jullie de volgende groep mag bestaan uit een coole groep ridders. Zoals King Arthur and the Knights of Justice. Super vette cartoon. Alleen de intro is het al waard. Check. Hey, tot ziens. Helemaal. Weer hartstikke bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Misschien goed om te weten, het volgende jaar, het jaar 2022, komen er een nieuwe set sponsoren bij D&D Dutch. En ik kan nu zeggen, het zijn een paar hele coole partijen. Sommige hebben jullie al kunnen zien tijdens de livestream, zoals ook het laatste verhaal met de golven mee. Dus ja goed, ik hoop dat jullie ze net zo tof vinden als ik. Ik zeg gewoon even checken, sowieso. Nou, volgend jaar gaat D&D Dutch weer verder. Weer met de volgende onderwerpen. Als je onderwerpen toevallig weet of suggesties hebt, gooi ze eronder in de comments neer. Ofwel, ze komen op ons Discord kanaal toe en laat het daar ook even weten. Zou je dat ik echt meer willen beslissen over de volgende aflevering, heb ik altijd nog mijn Patreon kanaal. Waar je onder andere vanaf 2022 ook elke maand een toffe extra mechanic, beest, ras of wat dan ook krijg uit mijn eigen koker. Voor nu voor de rest, nogmaals, heel veel spelplezier en tot de volgende video.